Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe video en vandaag neem ik jullie weer een keertje mee tijdens mijn werk bij Horse Charms. Ik moet zeggen, ik ben al een tijdje bezig. Ik bedacht me eigenlijk net pas dat het misschien leuk was om stukjes te filmen. Ik heb al een set gemaakt en nog een touwhalster met een gevlochten neusband. Ik zal ons wel eventjes foto's laten zien hierna. Hier komen ze. En ik ben op dit moment bezig met een hondenhalsband naar wens. En ik ga jullie even laten zien hoe ik dat precies maak. De hondenhalsband die ik ga maken is zoals deze op de foto, maar dan in een effen kleur. Zo af en toe maak ik deze op aanvraag. En deze op de foto op het voorbeeld is voor een kleine hondje. En er zit ook een leren naamplaatje op. Maar die ik ga maken, daar komt eigenlijk alleen dat bedeltje aan. Nou, hoe begin ik precies? Ik ga het jullie laten zien. Ik ben al begonnen. Oh, wacht. Even iets meer licht. Zo. Nou, hoe ik eigenlijk begin, is ik begin met een gespje. En ik gebruik 6 mm touw waar ik de kern uithaal. Zodat het iets platter wordt. En ik maak dus eerst de basis. En ik moet deze dus precies op maat maken. En in dit geval is dat 50 centimeter. Maar ja, omdat je hem niet kan verstellen, is het dus heel belangrijk dat hij goed op maat is. En daar begin ik dan mee. Ik maak hier zeg maar een lus. Hier komt ook een lus. En hier in het midden heb ik de touwtjes aan elkaar versmolten. Daar ga je straks niks meer van zien door het vlechtwerk wat er omheen komt. Op deze manier is dit dus een hele stevige basis en kan ik eigenlijk alles eromheen vlechten wat ik wil. Dus daar ga ik nu mee aan de slag. Nou, dan hebben we hier de eerste stap van het vlechten. De hondenhalsband wordt 50 centimeter, dus ik heb ongeveer ik heb vier touwtjes van 3 mm afgeknipt, ieder van 4 meter lang. Dat is ruim voldoende. Het is belangrijk dat als je zeg maar gaat vlechten, knip altijd genoeg af. Kijk, als je aan het einde tekort komt, ja, dan moet je weer helemaal overnieuw beginnen en je moet opnieuw touw afknippen. Dus je kan beter iets te veel gebruiken dan te weinig. En wat ook even mijn tip is als je vaker dit soort dingen maakt en je weet niet zo goed hoeveel touw je moet gebruiken, maak er dan even een notitie van hoeveel je hebt gebruikt. Kijk, ik heb nu 4 meter gebruikt en wat ik dan overhoud, nou ja, dan kan ik zien aan het verschil wat ik precies heb gebruikt. En ik maakte dan nu ook even weer een notitie van. Omdat het soms nog wel eens kan verschillen per product en per vlechtwijze en hoe strak het is. Hoeveel je gebruikt. Dus ik vind dat gewoon heel erg handig. Nou, wat heel erg belangrijk bij de zigzagvlecht is dat je zorgt dat die bij de randjes niet gedraaid zit. Want dat gebeurt nogal snel. Dus dat ze mooi evenwijdig aan elkaar lopen. Je merkt eigenlijk zelf snel genoeg als iets gedraaid zit. En als je daarop let, zal je merken dat je vlecht er ook veel netter uitziet. Nou, ik ga nu beginnen met vlechten. En wat ik vaak doe met de hondenhalsbanden van dit type, is er komt op een gegeven moment een D-ring in. Want ja, je wil natuurlijk ook je hondenlijn eraan kunnen klikken. En ik doe die op 1/4 van de halsband. Omdat ik het dan mooi vind als je met je hond aan het wandelen bent, dan zit vaak de D-ring bovenaan. Maar dan zie je links of rechts in de hals zie je nog wel deze gesp zitten. Ziet er niet alleen, ik vind het allemaal mooi eruit zien omdat het wel een luxe clip is. Maar als je de D-ring precies in het midden zou doen, dan zou deze clip ook precies onder op de hals van de hond komen. En ja, dat lijkt me gewoon ook minder comfortabel. Dus op die manier zorg je er ook nog eens voor dat het voor de hond lekker zit. Dus ik ga nu verder met vlechten en dan laat ik jullie zo weer zien hoe het eruit ziet. Ik heb inmiddels ongeveer 1/4 gevlochten van de hondenhalsband. En nu ga ik de D-ringetje erin verwerken. En misschien is het wel leuk dat ik ga uitleggen hoe ik dat precies doe. En nu ongeveer op 1/4 van de halsband. En nu is dus de bedoeling dat we deze D-ring erin gaan verwerken. Nou, wat ik zelf heel erg belangrijk vind, dat de D-ring er echt op en in komt te liggen. Dus niet met het ringetje aan de andere kant. Dan zit het er gewoon net iets mooier in. Maar wat het idee eigenlijk is, is dat je ziet hier dat hij elke keer overdwars gaat.
of niet over dwars. Je ziet hier van die boogjes lopen. En daar kan ik hem eigenlijk heel mooi in verwerken. En ja, wat ik eigenlijk ga doen is, ik leg hem hier op. Ik vlecht hem aan één kant, vlecht ik hem erop. En aan de andere kant vlecht ik ook en dan zit hij erin. Ik ga het jullie laten zien hoe dat eruit ziet. Ik weet niet of het goed te zien is. Maar hij zit dus nu aan één kant, zit hij al vast. Ga ik hem aan deze kant ook vlechten. Best wel irritant met al die lange slierten. Dat vind ik altijd een nadeel als je iets moet vlechten wat best wel lang is. Zie, nu heb ik hem hier er ook doorheen gehaald. En dan ga ik hier ook zigzaggen. Kijk, zo. Nou kijk, en nu zit hij er als het ware ingevlochten. Nou, dit is gewoon zo'n sterke verbinding, dat kan gewoon niet los. En je kan op deze manier ook gewoon nog netjes erin verwerken. Dus ja, dan ga ik weer verder vlechten tot hij helemaal klaar is. En de hondenhalsband is klaar. Nou, ik heb hem nog even nagemeten en hij is precies de goede maat. Gespje. Ringetje. Er komt nog een clipje aan. En ik moet nog een bijpassende hondenlijn maken. Dus daar ga ik nu mee aan de slag. En het setje is klaar. Ik vind de hondenhalsband echt heel mooi geworden. Ook al is die maar één kleur. Maar ja, hij ziet er gewoon heel stevig uit. Met een bijpassende hondenlijn. Ook in bruin. Met afwerking kastanjebruin. Deze is 2 meter lang. En dan zit er nog een clipje aan met een botje. Dus ja, ik ben heel erg tevreden over het eindresultaat. Ik hoop dat de klant dat ook is, maar ik ga er vanuit van wel. En dan ga ik eerst nog even een foto maken voor Instagram en Facebook. En dan ga ik hem inpakken. Pep! Pepje! No. Babyhondje. Inmiddels heb ik het volgende setje af. En dat is een sidepool touwhalster in bordeaux rood. En met bijpassende eenvoudige teugels. En omdat het een setje is, zit er ook een clipje bij. Ik snap alleen niet waarom die niet zo snel scherpstellen doet de hele tijd. Kom op. Ze is te dichtbij. Oké, met een verenbedeltje. En nou ja, hier ga ik dan labeltjes aandoen en verpakken. Oké, dan gaan we weer verder met de volgende bestelling. En de volgende bestelling is best wel een lange. En ik was er gisteren al een beetje mee begonnen. Maar dit is een bestelling met meerdere halsters. In ieder geval een touwhalster verder. In limegroen met beige. Daar ga ik nu zo mee beginnen. Een touwhalster Pegasus. Die heb ik gisteren al gemaakt. In donkerroze met zilver. En dan bij passende kraaltjes. Zo. Voor mijn ogen. Een rijhalster Dreamcatcher. En bij passende halstertouwen. Dus daar ga ik nu mee aan de slag. En dan heb ik nog één bestelling met een eenvoudig touwhalster. En dan is het tijd voor leuke dingen. Want dan ga ik bezig met een aantal nieuwe producten. En misschien is het wel leuk dat ik dat ook ga filmen. Thank you.
hebben zojuist gezien dat ik een touwhalster heb geknoopt. En dit wordt dus een verder touwhalster. En hier heb ik bedel en de kraaltjes alvast aan het touw geregen. En die ga ik nou op het touwhalster maken. Dit verenbedeltje wordt verlijmd eerst op de neus. Dan ga ik het vaststikken. En dan verlijm ik nog een keer de kraaltjes, zodat het extra stevig zit. En hierbij zitten ook twee verenclips met dezelfde kleuren kralen. Maar ik ga jullie dadelijk wel laten zien als die klaar is. Nou, ik ben even bij de paarden. Eventjes wat hooi geven en zo. En daar staan ze lekker te eten. Riefje staat daar. Het plein moet ook nodig gedaan worden. Maar ik denk dat ze morgen maar even gaan doen. Maar JD die komt straks ook nog om 4 uur. En ik denk niet dat we tijd hebben om met de paarden te gaan trainen, want we zouden ook samen gaan eten. En ik moet om 7 uur weer trainen, dus ik moet rond 6 uur alweer gaan omkleden. Dus ik denk dat we even wat andere dingen gaan doen. Maar morgen hebben we in ieder geval genoeg tijd om te gaan rijden en zo. Dus dat gaan we dan doen. Dus ik ga nu weer naar binnen. Die grote bestelling waar ik het net over had en wat van liet zien, die ga ik nu zo op de foto zetten. Inpakken. En dan moet ik nog één touwhalster maken. Mooi die fiets op de achtergrond. Dan moet ik nog één touwhalster maken. En dan ga ik bezig met nieuwe ontwerpen. Dus ik hoop dat ik daar zo nog tijd voor heb. Nou, paardjes, jullie redden je wel. En dan zie ik jullie zo binnen weer. Pep. Ik ben inmiddels bij de fotostudio en dit zijn wel hele leuke setjes geworden, dus die ga ik even op de foto zetten. Oh ja, dan moet ik ook mijn telefoon. Okay, even mijn telefoon pakken. Ik krijg dus heel vaak de vraag waar ik mijn foto's mee maak. Eerst deed ik dat eigenlijk altijd met een spiegelreflexcamera, omdat je daar toch de beste foto's mee kan maken. Maar ja, het is best wel veel werk om elke keer die foto's eraf te halen, op je laptop te zetten, te bewerken. En dan voor Instagram weer naar je telefoon te sturen. En ik heb eigenlijk een hele goede telefoon. Ik heb een Samsung S8 en die maakt zulke mooie foto's. Dus daar maak ik eigenlijk alle foto's mee die ik op social media zet. Dus ja, dat vind ik gewoon het makkelijkst. Nou, dit is een rijhalster Dreamcatcher in turquoise met bruin, af en toe groen, limegroen en beige. Met een beige droomvangertje. Ben je nou benieuwd hoe we deze precies maken? We hebben er laatst een video over gemaakt. Ik zal hierbovenin eventjes een linkje plaatsen. Dan kun je daarop klikken als je het leuk vindt om te zien hoe dit precies in zijn werk gaat. Ik vind deze wel heel erg mooi geworden. En hier zit ook nog een limegroen halstertouw bij. Met zilverkleurige afwerking. Nee. Oh nee, hier zit niks bij. Laat maar. Kijk, en hier heb ik de foto gemaakt. En soms moet ik hem nog een klein beetje nabewerken. Zijn de kleuren net iets te warm of dan is het hout net iets te warm. Maar in principe hoef ik niet zo heel veel aan na te werken. Dus dat is wel heel erg handig. Nou, hier is de touwhalster verder. Oh. In limegroen met beige neusband. En dan kleuren kralen bijpassend. Twee verenclipjes en nog een bijpassend halstertouwtje. Oh.
Hoi, ik breek even in. Nee, ik ben inmiddels bij Joyce aangekomen. En ik moest jullie even vertellen hoe goed ze het doet. Want ze vlogt gewoon helemaal zelf. En ik ben wel een beetje trots op haar. En volgens mij vinden jullie de vlogs ook super leuk. Want we krijgen echt heel veel reacties. Wanneer komt er weer een Horse Charms vlog? Nou, bij deze. Joyce, de harde werker bij Horse Charms. Ik niet. Ik kom net uit mijn werk van school. Dus Oh, sorry dat ik je onderbreek. Maar ja. Ik ga ook nog even de nieuwe teugels vast laten zien. Want ik had gezegd dat ik met nieuwe dingen bezig ging naar de bestellingen. Ja, wij vinden dat wij wel eens wat nieuwe dingen voor de paarden mogen kopen. Ik kom er even hier zo achter in beeld. Nou, een van de nieuwe dingen die ook in de webshop komen, dat zijn deze, ja, hoe noem dit? Rubberen teugels. Of nou ja, in ieder geval dit witte is rubber. En dat blauwe is hetzelfde als waar het touwhals, de touw en zo van gemaakt wordt. Maar dan is het zeg maar plat. Ik heb deze teugels bij mijn hoofdstel gekregen, gewoon in het zwart. Dus... Nou ja, en ik heb dus deze gemaakt om te proberen. Met speciale clipjes ook, die er heel goed bij passen. En ja, deze zijn voor Indie. En die ga ik proberen. En ik ga ze ook in de webshop zetten, want misschien vinden jullie het ook wel leuk om... En ik denk dat dit, ja, dit heeft best wel veel grip. Ja, maar ik vind het gewoon weer heel anders. Ik vind het andere touw, zeg maar, waar jij... Ik sta hier zo onthoofd te praten. Ik vind het gewone touw, vind ik persoonlijk, minder fijn als ik echt gewoon aan het rijden ben. Ik vind dit gewoon dan veel fijner. Ja. Dus nu kunnen we deze ook sparen in allerlei kleuren. Ja, want er zijn allemaal leuke kleurtjes verkrijgbaar. Dus houd onze webshop in de gaten. Superleuk. Hi, Pip. Ga je mee? Wat kan je een mooi kunstje? Wat kan je een mooi kunstje? Zit. Zit. Ga zitten. Mooi zit. Oeh, knap hondje. We gaan naar beneden. Beb kan nog niet zelf de trap af, dus die moeten we tillen. Wat ga je doen? Ga je grommen? Wat dan? Potje? Zit. Zit. Potje? Ah, goed hoor. Appel, kom eens. Wie is hier? Wie is hier? Waar wil jij op? Nee, die heb ik al in het zwart. Oh, Abu. Kom eens. Hi, Abu. Dan kan ik maandag bestrijden. Abu, hè? Abu wordt ook al super groot. Je net was echt heel ziek. Knappe kat, hè? Knappe kat. Nou, goedemorgen. Welkom bij een nieuwe dag. We hebben gisteren de vlog niet afgesloten, maar... Ik weet ook niet hoeveel ik had gefilmd, dus anders plak ik dit er gewoon achteraan. Ik zit nog weer even boven op mijn werkkamer. Ik moet nog eventjes wat dingetjes doen en ja, ik wou nog iets nieuws maken, dus daar ga ik even mee bezig. En Jay die komt rond 10 uur en dan gaan we met de paarden trainen. Misschien dat we dan ook nog even stukjes gaan filmen. Maar volgens mij wil Jay die heel graag foto's maken. Of toch ook wel iets filmen, maar dan met een grote camera. Maar dat gaan we wel even zien. Want we hebben eigenlijk best wel weinig nieuwe foto's. En de laatste tijd rijden we best wel veel. Dus we dachten dat het leuk was om misschien rijfoto's te maken. Maar dat gaan we wel even zien. Maar goed, ik ga even wat maken. En ik ga jullie zo laten zien wat het is geworden. Nou, ik wil jullie tussendoor toch nog eventjes mijn vis laten zien. Want volgens mij zijn die nog niet in een vlog voorgekomen. Ik had nog een aquariumpje. En daar had ik eerst guppen in en op een gegeven moment dacht ik van nou het is misschien wel leuk om weer vissen te gaan nemen. Dus ik heb nu twee sluierstaarten. Die oranje heet SpongeBob met zijn SpongeBob-huis. En die zwarte heet Batman. En het is wel heel grappig, die oranje is slimmer dan de zwarte. Want als ik brokjes ga geven dan, ja die oranje pakt alles en die zwarte ziet het niet. Maar ik denk dat het komt door zijn dopogen. Maar ze doen het echt heel erg goed. En mijn plant die groeit en mijn aquarium, het blijft ook echt heel mooi schoon. Ik denk ook gewoon dat ik nu een betere plek heb voor het aquarium. Want hij staat zeg maar nu op mijn werkkamer en eerst stond hij beneden echt in het licht. Dus dit zijn mijn visjes. Oh, het is echt leuk. Ik ga jullie laten zien waar ik net mee bezig ben geweest. Een mini hondenhalsbandje. Wij maken natuurlijk steeds meer producten voor honden. En ja, we hadden eigenlijk maar
één soort breedte touw waarvan we hondenspulletjes maakten. Maar dit is natuurlijk veel leuker voor kleinere hondjes. En wij hebben natuurlijk ook een klein hondje. Dus ik dacht, dit moet ik in onze webshop hebben. Dus ik heb even een voorbeeldje gemaakt. Ik hoop dat hij even gaat scherpstellen. En dit is dus een mini hondenhalsbandje in de kleuren donkermint, roze, grijs en zilver. En wat zo leuk is, is dat we voor deze hondenhalsbandjes allemaal verschillende soorten kleuren gespjes hebben. Nou, in dit geval heb ik dan gewoon roze gekozen. Een mini D-ringetje eraan. Maar ik heb deze bijvoorbeeld ook beschikbaar in een blauw, donkerblauw, rood, donkerrood, groen, appeltjesgroen, lila volgens mij. En ook bruin en zwart en grijs. Dus dan kan je heel leuk, ja, een heel mooi bandje maken. Dus die komen dadelijk in de shop. En dan mag natuurlijk een bijpassend lijntje niet ontbreken in dezelfde dikte. En dit is een lijntje van 2 meter. En dan een basic lijntje, dus zonder afwerking. En dit wordt toevallig een setje voor mijn hondje. Want dan kan ik ook even kijken wat ik zelf fijn vind qua lengte. En dan kan ik even wat leuke foto's maken. En als het goed is, krijg ik vandaag nog weer andere kleurtjes binnen hiervan. Dus dan zullen hier ook wel foto's van volgen op onze Instagram en zo. Dus heb je een klein hondje of ja, waar kun je nog meer mee wandelen? Konijn? Nee. Knip, knip. Ik ben zo grappig. Ga zitten. Goed zo. Nee, gewoon zitten. Nou, is ook heel mooi. Ja. Ik bedoelde gewoon zitten. Kun je nog een high five geven? High five. Goed zo. Fotomodel. Nou, ik heb net een paar leuke foto's gemaakt. Voor Instagram en voor de webshop. Dit is Babs halsbandje. Nou, heel mooi. Heel mooi. Knappe hond. Zeg maar dag. We used to have it all. But now's our curtain call. So hold for the applause. Oh, 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 oh. And wave out to the crowd.